Welkom bij RTV Actueel vanuit het museum. Vandaag weer een boekpresentatie. Er zijn er al vele geweest. Maar ik heb gehoord dat dit een bijzonder exemplaar gaat worden. En de burgemeester is er speciaal voor teruggekomen om dit boek in ontvangst te nemen. Ferry Kroon heeft een schitterend boek gemaakt. En u gaat er nu naar kijken hoe dat wordt gepresenteerd. Goedemiddag, welkom allemaal. Ik heb het allemaal op een papiertje geschreven, zodat ik er toch wat meer accenten aan kan geven aan deze bijeenkomst. Maar mijn speciale dank voor het feit dat u, burgemeester, voor deze gelegenheid op zo'n korte termijn vrij kon maken. Waarom wilde ik eigenlijk u hier zo graag bij hebben? Omdat ik middels u, op een gegeven moment, ook alle andere betrokkenen van de Spakenburgse vis wilde complimenteren. Complimenteren voor hun energie, hun inventiviteit en ondernemerschap. En alles wat dit prachtige dorp nog verder te bieden heeft. Een aantal jaren geleden, ik werkte toen in Amsterdam, moest ik iedere ochtend erg vroeg op. Vanuit mijn slaapkamer, ik woon in Amersfoort Noord, in die hele hoge toren, zag ik dan alle visventers voorbij trekken. Op weg naar de verschillende markten in het land. Op een dag ben ik ze gaan tellen. En hun namen gaan noteren. Het waren er ontzettend veel. Meer dan 140. Misschien nog wel meer. Plots besefte ik dat de Zuiderzee afgesloten was. En de vissersdorpen, dus ook Spakenburg, hun visomzet hebben achteruit zien gaan. Want wat waren die Spakenburgers inventief? Ze bereiden hun commerciële activiteiten nog verder uit door nog meer te gaan venten naar de markten in Nederland. En dat alles intrigeerde mij enorm. En daarom besloot ik daar een fotoboek over te maken. Ja, Ferry Kroon, we hebben net de presentatie van je boek gezien. De burgemeester heeft het in blijde ontvangst genomen. Dus er blijft een beetje over van, wat drijft iemand om dat te maken? Want er zijn zoveel fotomomentjes in een mensenleven, maar typisch hier Spakenburg. Ja, soms is het heel moeilijk om je gevoelens te uiten. Ik zag al die viswagens voorbij komen en ik ben ze gaan tellen, ik ben de namen gaan noteren. En opeens besefte ik van, oh ja, die Zuiderzee is afgesloten. Goh, dat is vervelend. En wat doen ze nu op een gegeven moment met hun minder inkomsten? En dan zie je op een gegeven moment dat al die wagens dan over Nederland zich verspreiden. En toen dacht ik van, en dat is een traditioneel dorp met zijn kledij en heel veel mooie dingen hier nog. Hoe kan ik dat misschien voor mijzelf in een verhaal stoppen? Want ik krijg veel mensen, vrienden op bezoek in Amersfoort en dan kan ik ze dat laten zien. Dus de intentie was het boek alleen voor mezelf te maken. Ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Doe je meer van zulke soort fotoboeken maken? Ja, privé. Van de kinderen en van mijn vakanties. En, eigenlijk heb ik nog niet een dergelijk boek gemaakt. Nee, misschien nog iets over een ander onderwerp, dat weet ik nog niet. Ja, je weet natuurlijk net zo goed als ik dat hier heel veel te halen valt hier in het dorp. Het gaat van botters tot vis en brood en koek. En dan hebben we nog één dijk. Er is natuurlijk heel veel te halen als je hier wil uitleven. Ja, ik zou me voor kunnen stellen voor alle broodbakkers die ook naar de markt toe gaan. Dat is toch wel weer een hele andere beleving die je daar dan weer bij krijgt. Maar misschien zijn daar ook facetten in te vinden waarvan je zegt van, oh, dat kan ik ook op de plaat vastleggen. En dan kun je dan een boek omheen maken. Ik heb in ieder geval wel gezien dat de burgemeester was heel trots dat hij er ook een aantal keer in stond. Dus dat boek vindt ze weg wel. Jazeker, ik denk het wel. Iedereen in Spakenburg herkent wel iemand in dit boek. En dat is wel heel erg leuk, vind ik. Leuk dat je dat zo presenteerde hier in het Petit Gezelschap, maar het was een succes. Oké, dankjewel.